Twee meiden weer. Ja, Alba en Elisa. Yep. En ik sprak ze met haar. En weet er iemand wat er met Alba de hand is gebeurd? Laten we het. Ja, ik kreeg ze namelijk niet uit. Ze zou piano gaan spelen, maar dat doet ze niet. En ik verdenk haar ervan dat ze misschien je wilde. Oh. Want ik vroeg net aan haar, wat heb jij nou met je hand gedaan? Ja. Ja, er was iets wel gebeurd. En er was iets niet gebeurd. Was er iets met een trein? En toen kwam de trein. De trein, was het te laat of zo? Dus als iemand weet hoe het zit, hoor ik het graag. En anders neem ik het maar gewoon voor lief aan. Ze gaan zingen. Wat hoor ik? Pardon? Elke keer heb ik het idee dat ik iets heel geks moet doen. Dat was gewoon iemand die een goede grap maakte. Maar wij zien jullie niet en we horen jullie ook nauwelijks. Maar tijd om nu te gaan luisteren naar Alba en Elisa met... Ja. Jar of Hearts. Jar of Hearts. Laat je horen. Don't you know I'm not your girl?
Podcast 2012. Alba en Elisa. John of Hearts. Ging het wel goed, ondanks de blessure? Ja, heel goed. Oké, ik vond het ook heel goed klinken. De zaal ook. Ja, zeker weten. Ondertussen worden E42 standaards weggehaald. Super. Fantastisch. Hey, John of Hearts. Ik kende het liedje niet en Renate ook niet. Maar het is een bestaand liedje. Jullie hebben het niet zelf geschreven, toch? Het, wie heeft het geschreven? Christina Perry. Oh, oké. Okay. Het is een zus van Katy Perry. Of dat niet? Oh. Jar of Hearts, ik ken het echt niet, maar jij hebt het piano gedeelte, dus wat wij net hoorden, ook niet ingespeeld. Dus niet dat je dat in de studio even hebt ingespeeld. Nee hoor, ik heb het niet gedaan, nee. Nee, ik vond het supergoed, man. Alba en Elisa, nogmaals, dames en heren. 100%.